Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Karim Supermarkt en El Forno Borgerhout. Het meest veelzijdige halal restaurant in Borgerhout, Antwerpen. Nederland heeft zich helaas niet gekwalificeerd voor het WK, dat heeft je meegekregen. Ja, helaas wel. Ja. Helaas wel. Ja. Maar er doen wel 6 Nederlanders alsnog mee aan het WK. Aankomend WK doen er toch 6 Nederlanders mee op het WK, toch? Ja, waar dan? Weet u voor welk land? Nee. Er is 1 land waar 6 Nederlanders meedoen. Weet u dat? Ja, Marokko. Ja, gelukkig hè. Voor welk land? Van Marokko. Ja, Marokko. Volgens mij Marokko. Ja, via Marokko. Marokko? Juist. Ja. Is dat de reden voor jou om voor Marokko te zijn of niet? Ligt er dan tegen wie ze spelen? Is het dan dat je dan misschien net iets meer voor Marokko dan bent? Of niet? Nee, niet specifiek. Nee. Niet? Nee. Nederland heeft een extra reden om voor Marokko te zijn deze zomer. Misschien wel. Misschien wel. Tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Ben je dan, dus omdat, ja, ben je dan moet je gewoon trots zijn als Nederlander. Want toch. Dan is er toch nog een groep gewoon vanuit Nederland ja? Die erin zit. Aankomende zomer, ben je dan ook voor Marokko of niet? Ja, natuurlijk. Ja? En waarom? Omdat de buurt veel voor Marokkaan is van de buurt. Hoe bedoelt u dat precies? Ze spelen voor het Marokkaans elftal. Oh. Dus het Marokkaans elftal dat wel naar het WK gaat. Ja. Daar speelt Ziyech dus in, Karim El Amadi. Ja, dat vind ik wel genoeg ook. Om daarvoor te kunnen juichen. Ja? Ja. Vind je dat dan toch wel leuk? Ja, dat vind ik toch wel leuk. Ik denk dat de Marokkanen een beetje moeilijk liggen bij de meeste Nederlanders. Ja. He? Het schuurt. Het schuurt een beetje. Waarom eigenlijk? Denk ik, dat zijn ook gewoon mensen. Voor welke club bent u? Feyenoord. Maar Karim El Amadi? Ja, die speelt wel mee. Dus dat is wel leuk om. Ja, dat is toch jullie aanvoerder? Ja, precies. Die speelt wel van Marokko. Ja, absoluut. Amrabat, Sofiane Amrabat. Ja, je moet het nog een beetje maken. Twee Feyenoorders doen mee? Ja, precies. Nou, ja. Dat is toch wel. Ja, nee, dat is op zich wel leuk. Maar om nou direct te gaan juichen voor Marokko. Dus je vindt het wel leuk dat er Nederlanders zijn die dan voor Marokko alsnog naar het WK gaan? Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ik ben natuurlijk voor Ajax, dus dan is het. Vind ik wel leuk dat Ziyech natuurlijk naar het WK gaat. Maar ook misschien denk ik net dat je net iets meer voor Marokko bent? Of ook niet? Ja, maar misschien als ze tegen België moeten, ben ik misschien toch wel weer voor België. Toch wel? En ja. Nou, wel eerlijk. Ze hebben wel een Nederlands paspoort, ze zijn Nederlanders. Ja? Ja, ze spelen niet voor Nederland. Ja? Dus ja, ik zou het alleen leuk vinden als ze dan voor Nederland zouden spelen en dan... Ja, is dat wel een iets ander gevoel. PVV is? Zouden die voor Marokko zijn, denk je, of niet? Nee. Absoluut niet? Nou, absoluut niet, weet ik niet. Ik denk dat er een hoop meelopers zijn. Ja. Denk ik toch wel. Je bent Feyenoord. Dus Karim El Amadi, die ken je dan wel, neem ik aan, toch? Ja. Sofiane Amrabat ook? Oké, die twee jongens die gaan hoogstwaarschijnlijk naar het WK met Marokko. Ja, weet ik. Is dat voor jou dan als Feyenoorder een extra reden om voor hun te juichen, of? Nee, het is meer als ik zie echt die scoren of Amrabat, dan denk ik toch dat ik voor Amrabat meer zou juichen. Oké, maar nu spelen er dus twee Feyenoorders op het WK. Dus Amrabat en El Amadi. Heb je dan iets meer reden om voor Marokko te zijn? Nee. Maar heb je ook misschien Nederlanders die eigenlijk helemaal niet van Marokko willen zijn, maar dan denken, shit, ik ben toch stiekem een beetje van Marokko. Ook al wil ik niet. Misschien komen ze niet vooruit, maar nee, dat weet ik niet. Ja, dat ze denken, ik wil het niet voor zijn, maar is toch... Ja, ze willen niet vooruit komen, maar toch diep in hun hart zijn ze toch een beetje. Maar stel je voor, je bent een ras echte PVV'er. Ja. En je bent keihard voor Feyenoord. En Karim El Amadi, die is de aanvoerder van Feyenoord. Ja, dan zeggen ze dus op een gegeven moment, als je dan echt een PVV'er bent. Ja. Ja, dan moet je gewoon domweg zeggen van, sorry jongen, dat is dan jammer. Ja, dan ben je een echte PVV. Ja, dus, dan moet je gewoon consequent zijn. Dan moet je consequent zijn. Dan moet je niet Karim El Amadi zeggen, ik ben geen PVV. Dus. Nou, PVV is consequent zijn, ook al ben je van Feyenoord of Ajax. En dus Karim El Amadi, jouw voorbeeld, niet voor Marokko zijn. OV als we erachter komen. Nee, consequent. Als ze voor Marokko zijn, dat kan niet, hè, die PVV'ers. Nee, dat kan niet, die PVV'ers. Nee, die moeten gewoon niet juichen.